Daar zitten we dan weer, dames en heren. Ik heet Evert ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Joeri Mulder. Ja, Evert, dankjewel. De thuisploeg begint deze wedstrijd als de ploeg met de minste doelpunten in de competitie, Joeri. Nou, ze hebben echt moeite om kansen te creëren, Evert. En hebben niet genoeg kunnen profiteren van de kansen die ze wel kregen. Ja, dat moet echt beter. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Als we kijken naar de 11 spelers die het vandaag moeten doen, zien we dat er is gekozen voor een 4-5-1 systeem. Met 2 controleurs. Nou, dat klinkt wel heel verdedigend. Zou het meevallen of tegenvallen, wat denk jij? Nou, ik zal zeggen, Evert, dat op het middenveld staan best veel aanvallende spelers. En ja, hopelijk gaan we die veel aan de bal zien. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. 5-3-2, dat zie je. En nu doorgaan. Raak je zo'n bal goed, ja, dan maak je het doelpunt van het jaar. En nu sta je een beetje voor paal. Goed blijven kijken naar de bal. Dan heb je kans dat je hem goed raakt. Ja, dan maak je misschien het doelpunt van het jaar, zoals je zegt. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Jansen. Goed gezien. Die voorzet zeilt over alles en iedereen heen. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. De keeper krijgt er nog een handje achter en tikt die bal corner. Wie gaat de hoekschop nemen? De bal wordt in de 16 gebracht. Daar is de poging. Hij tikt de bal over de lat. Net genoeg om een doelpuntje te voorkomen. Corner alweer. De bal wordt voor het doel gebracht. Uiteindelijk loopt de aanval op niks uit. En het spel gaat weer de andere kant op. Gaat hij voorzetten? De bal wordt voor het doel gebracht. Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Maar het mocht niet baten. Nee, dat klopt, Evert. Hij kon er gewoon niet naar beneden knikken. Handig ingegrepen, hoor. Dat had hij heel goed gezien. Knap veroverde bal daar op het middenveld. Lekker schot, hoor. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Daar ligt de keeper niet wakker van, hoor. Bal midden voor het doel. Die bal lijkt de juiste snelheid te hebben, maar niemand kan profiteren. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Een lange bal om het spel open te breken. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Nu moet de voorzet komen. De bal wordt in de 16 gebracht. Wat een geweldige redding van de keeper. Over de achterlijn, hoekschop. De corner wordt diep getrapt. Voor de corner.
Hij kiest ervoor om De Leeuw. Die moet voor de keeper zijn en dat is hij ook. Ja, de keeper doet wat hij hier moet doen. Goed keeperswerk. Ze moeten toch een keer uit een corner kunnen scoren. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Belangrijke tackle. Ik hoop dat de scheidsrechter dat goed gezien heeft. Want dit was een kans hoor. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Oh, hij kan hem nu voorzetten. Die voorzet is een prooi voor de verdediging. Die had veel dieper gemoeten. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Schiet! Een doelpoging kun je dit niet meer noemen hoor. Een paas over grote afstand. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Die blijft keurig in balbezit. Sterk gedaan. Tevreden. De eerste helft is gespeeld, 0-0. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Ze hebben in elk geval iets om over na te denken in de kleedkamer. Want hoe is het mogelijk zoveel kansen en dan nog niet op voorsprong komen? Ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Misschien de spits wisselen, een ander erin. En nu doorgaan. Raak je zo'n bal goed, ja, dan maak je het doelpunt van het jaar. En nu sta je... En zo begint de tweede helft. Er ligt ruimte aan de zijkant. Bal retour afzender. Daar komt een voorsprong aan, denk ik. Hij legt hem terug. Daar is de openingsgoal. Wat een ontlading bij de spelers, zeg. Begrijpelijk, hè. Die voelen ook dat ze sterker zijn. Maar goed, dan moet je nog wel kunnen vertalen naar doelpunten. Ze openen de score in de tweede helft. Koch. Tevreden. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Wat een waanzinnig schot. Nee, dat lijkt nergens op. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. De bal komt in het strafschopgebied. De bal wordt voorgegeven, maar daar is niemand. De Leeuw. Jansen.
Daar gaat hij. Het schot smoort ergens in de verdediging. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. De lage mogelijkheden in de omschakeling, maar het duurde te lang. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen, hoor. Dat is niet slim. Heeft ze maar... De bal vertrekt van de schoen. Die gaat richting de cornervlag. Die wordt vrijgespeeld in de diepte. Steekpaasje. Met dit soort kansloze voorzetten ga je de oorlog echt niet winnen. De keeper mag dus een doeltrap nemen. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Goeie paas weer. Een puiken wedstrijd speelt hij, deze man. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Doet die goed. Er liggen mogelijkheden, hoor, aan de zijkant. Gaat hij zelf of geeft hij hem af? Die voorzet is een prooi voor de verdediging. Die had veel dieper gemoeten. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft wil hij er meer werk van maken. Eens kijken of zijn plannetje slaagt. Nog 20 minuten. Tevreden. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Jansen. Komt dat schot? Dat is een heel best schot, Jury. Wat scheelt het? Ja, die laat even zien over een goede trap te beschikken. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Jansen. Die bal is scherp. Daar is het schot. Hij redt en heeft de bal vast. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. De voorzet is goed. Nu het vervolg. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Die gaat uit, mede dankzij puikverdedigend werk. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Zoekt de medespeler. Hij neemt hem. Ai, 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 wat een kans. Die had er echt in gemoeten, Jury. Ja, in zo'n situatie moet je de rust bewaren. Dit was veel te gehaast. Ik denk dat deze speler 's nachts nog wel eens even wakker wordt van deze gemiste kans. Wat een lekkere bal, zeg. Jansen. Komt dat schot? De keeper redt op fenomenale wijze. Nog een corner. De bal wordt in de 16 gepompt. Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman. Het publiek stelt zich echt op als een 12e man momenteel, Jury. Die bal lijkt op maat. Oh, leuk!
Oh, hij vlacht voor buitenspel en het is nu maar de vraag of dat terecht is. Die speler heeft het niet meer. En wie neemt hem dat kwalijk? Wat een verpruste kans. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Bal voor het doel. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Hoewel ze tegen een achterstand aankijken, doen de fans er nog een schepje bovenop. Wat een ambiance, geweldig. Als ze nog langzij willen komen, is dit het moment. Hij speelt de bal terug, daar is het publiek het niet meer. Het zit erop voor vandaag. Met de hakken over de sloot, maar de winst is binnen. Ja, en verdiend hoor. Gezien het wedstrijdbeeld mogen zij uiteindelijk het meeste aanspraak maken op de overwinning. Ja, ze hebben het wel spannend gemaakt.